Hallo. Hallo Suzie, goedemorgen met Wil van Delft. Goedemorgen Wil. Hoe gaat het met je? Heel goed, heel goed. Prima. Kijk, dat is nog eens een mooie binnenkomer. Heel goed, heel goed. Leuk. Welkom hier in het programma, Suzie. Jij uitgenodigd namens Suzie en Freek over de single De Kerstman komt naar jou. Was toch 2 weken geleden hier de troetelaar van het programma? Ja. Dankjewel daarvoor. Ja. Hoe is dit idee naar voren gekomen om samen met Freek een single op te nemen? Ja, nou, dat is toevallig gekomen. We waren samen uitgenodigd om te zingen op een top van Damme naar Brugge. Ja. En daar hebben wij elkaar ontmoet. En ik heb uitgenodigd op mijn fanavond. En we hebben dan samen een duet gezongen. Ja. Dat is zo in de smaak gevallen bij de mensen. Maar ook bij ons, want dat moet klikken tussen 2 mensen die duetten zingen natuurlijk ook. Hé. Ja. Maar dat was enorm, enorm leuk. En dan heeft Freek gevraagd aan mij, zou je het zien zitten om ons samen een kerstnummer op te nemen? Ik zeg, leuk. Ja. En dat hebben wij dan gedaan. Aha. Zo is eigenlijk een beetje, dus eigenlijk een beetje bij toeval is dan tot stand gekomen dan. Ja. Inderdaad. Ik draai dus juist van jou persoonlijk, nou, in de waar, wanneer was die uit? Wacht een keer, we zijn nu december. Ik geloof op mijn vanavond, in september was dat. Terugkijkend op dit jaar, we zijn bijna einde van het jaar, Suzie, hoe kijk jij terug op 2021? Ja, het was geen makkelijk jaar. Vooral voor het zingen, maar ik moet zeggen, ik ben wel tevreden over al de optredens die ik gehad heb. Er waren er een heleboel. Ja. Er zijn er natuurlijk heel veel afgelast nu, voor december. Ik heb vorige week nog een optreden gedaan samen met Freek om onze kerstsingel wat te promoten. In Leuven, een huchtje van Leuven. Dat was zeer leuk om te doen. Ja, we moeten roeien met de spaden die we hebben, niet Wil. Ja, maar het was een moeilijk jaar. Ja, maar even Suzie, voor mij, hè, want ik zit iets verder weg van België vandaan. Hoe is nu de situatie dan momenteel in België voor jullie als zangers en zangeressen? Hoe is de situatie nu? Wel, voor ons, wij mogen nog optreden. En de zaken zijn open tot 11 uur 's avonds. Ja. Met 200 personen binnen. Aha. Natuurlijk, ja, met verluchting en al, hé. Met de coronamaatregelen, met de masker op en ja, tot 11 uur, maar ja, ik weet het niet. In Nederland zit het al helemaal toe tot 30 januari, geloof ik. Ja. Ik vrees ervoor dat we zullen volgen. Ze komen vandaag tezamen om het weer te bespreken, dus vanavond gaan we terug meer weten. Ja, en nogmaals, hier in Spanje mag je volop zingen, want hier is niks aan de hand. Ja, dat is raar, hè. En hoe zijn de cijfers dan in Spanje? Ja. Kerstmis 2021. Hoe gaat de kerstmis voor jou eruit zien, Suzie? Oh, dat gaat heel gezellig zijn samen met onze zoon. Zoals je weet, ben ik kapster en moet ik ganse dan werken, hè. Dus mijn zoon komt bij ons en hij gaat het kerstdiner klaarmaken. Ja, want voor jou... Dus dat gaat heel gezellig worden. Maar eventjes voor de luisteraars, jij bent van beroep ook kapster, hè? Ja. Jij hebt het nou beren drukken, of niet? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. En dan nog tijd om op een maandagmorgen met Wil van Delft een interview te doen. Ja, wat ik ga zeggen, Wil, ik poets nog mijn kapsalon zelf. Voor mijn privé heb ik iemand die komt poetsen, maar het kapsalon doe ik zelf. En ik ben juist klaar met het kruisen in mijn kapsalon. Dus dat zit er dan ook nog bij. Maar ik doe dat heel graag, Wil. Nee, maar de komende week is jou nog een heel erg drukke week, denk ik, of niet? Ja, tuurlijk. Ja. Maar ik denk dat de mensen heel veel hier in België thuis gaan vieren. Dus omdat ze om 11 uur moeten thuis zijn, je kunt geen oud jaar gaan vieren. Ja, als om 11 uur moet thuis zijn natuurlijk. Ja. Kijkend naar het nieuwe jaar, dat is nog een beetje vreemd allemaal wat er gaat gebeuren, denk ik, in het nieuwe jaar. Ja, ik denk, ik weet het niet, maar ik vrees
Negatief klinkt, maar ik vrees dat het zeker niet beter gaat worden nog dit jaar. Nee. Ik denk iets slechter, maar ja, we moeten positief blijven en er het beste van maken. Daar gaan we. De kleine dingetjes genieten. Dat moeten we zeker doen. Ik ga jou op de eerste plaats namens mij en namens ons hier een hele fijne kerstdagen toewensen. Ondanks alles, alle ellende die er boven onze hoofd hangt, ga ik je toch een fijne feestdagen toewensen. Ik ga je ook bedanken dat je vanmorgen hier live bij ons in de uitzending was. Groetjes aan Freek als je hem ziet. Ga ik zeker doen. En de laatste woorden die mag jij zeggen tegen de luisteraars. Je mag je wensen doen naar de luisteraars. En je mag de single ook zelf aankondigen voor de luisteraars. Dank u wel, Wil. Ik wens alle luisteraars en het ganse team natuurlijk van het programma Delfsblauw een heel warme kerst toe, maar vooral een gezond nieuwjaar. Laat de muziek maar weer klinken in de huiskamer van Freek en mezelf met onze kerstsingel De Kerstman Komt Naar Jou. De fijne dagen nog eens, Suzie, en tot de volgende keer. Ja. Doei, doei. Dank u wel, Wil. Doei, doei. Dank u wel. Het beste.